Heb je ooit een foto gezien waarvan je dacht, dat kan toch niet echt zijn? Er zijn vreemde foto's met nog vreemdere achtergrondverhalen waarvan je onder de indruk zal zijn. Van een gat zo groot als een stadion tot een stad waarvan de inwoners poppen zijn. Hier zijn 10 foto's met griezelige achtergrondverhalen. Amazing! Woehoe! 10. De aap van de Loire. Je vraagt je waarschijnlijk af wat er op deze foto staat. Het lijkt op een aap, maar tegelijkertijd heeft het enkele kenmerken die apen meestal niet hebben. Zo heeft hij bijvoorbeeld een rechtopstaande houding en geen staart. Zijn meest karakteristieke kenmerk is echter zijn enorme omvang. Er is bijna geen aap of zelfs maar dier dat zo groot kan worden. De foto werd in 1920 genomen door de Zwitserse geoloog François Deloye. Deloye was een geoloog en ontdekker van aardolie en was beroemd vanwege zijn verkenningstochten door grote delen van Europa, Afrika en Amerika. Jammer genoeg is Deloye vandaag meer bekend om deze vreemde foto dan om zijn eigenlijke werk als geoloog. Naar verluid stuitte Deloye en een groep mannen die langs de oevers van de Tara-rivier in Colombia naar olie zochten op 2 grote staartloze apen die bedekt waren met een roodachtige vacht. Nog vreemder was dat de 2 dieren rechtop liepen en langzaam probeerden de expeditie aan te vallen. Volgens Deloye slaagde hij erin een van de wezens te doden, zette het op een kistje en nam de bizarre foto die je hier ziet. 9. Dode vrouw poseert op foto. Op deze foto hebben we een lieflijk plaatje van een koppel dat er schattig en lief uitziet. Als je naar deze foto kijkt, lijkt het alsof het koppel iets te vieren heeft ofzo. De vrouw was helemaal opgedoft en glamoureus en de echtgenoot zag er keurig en netjes uit. Je denkt waarschijnlijk, misschien is het een huwelijk of een jubileum. Nou, ik heb nieuws voor je. Het is geen huwelijksfoto. Het koppel viert niets. In feite staat er maar 1 levende persoon op deze foto. De vrouw op deze foto is eigenlijk dood. Haar man nam de foto dagen nadat ze overleden was. Maar het was niet alsof het een of andere zieke fotoopname was die de echtgenoot verzonnen had. Foto's als deze waren eigenlijk heel gewoon in Europa en Amerika tijdens de 19e en het begin van de 20e eeuw. In die tijd waren foto's niet gebruikelijk, dus maakte je ze alleen bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld om de herinneringen aan je geliefde te bewaren. Hoewel het een groots gebaar is om de echtgenoot te herinneren aan de laatste keer dat hij bij zijn vrouw was, vind ik deze foto nog steeds erg griezelig. 8. Chinese demonstrant. Dit komt misschien als een verrassing, maar niet elke mysterieuze foto is oud en wazig. Neem bijvoorbeeld deze beroemde opname uit 1989. De opname werd op het Chinese Tiananmenplein gemaakt door fotograaf Jeff Widener op het hoogtepunt van een door studenten geleid protest tegen de regering. Op de foto staat een eenzame figuur, gekleed in een wit hemd met een paar boodschappentassen bij zich, in een angstaanjagende oppositie tegen een rij tanks die ingeschakeld waren om de demonstranten uiteen te drijven. Maar hoe indrukwekkend de prestatie ook was, toch is het maar de helft van het verhaal. Sinds de foto viraal ging, is er niets meer van de man vernomen. Het is al tientallen jaren geleden dat de gebeurtenissen plaatsvonden. Toch schijnt niemand te weten wie deze man was en wat er met hem gebeurd is. Dat is ook misschien een beetje begrijpelijk, maar hier komt het vreemdere gedeelte. Ook de bemanning van de tank is niet geïdentificeerd. Er zijn geen vrienden of familieleden gevonden die iemand van hen kende en niemand schijnt te weten wat er gebeurd is. Het lijkt alsof iedereen die bij de foto betrokken is geweest, verdwenen is. 7. Een Pools meisje tekent haar huis. De periode van de Tweede Wereldoorlog was een vreselijke tijd voor miljoenen mensen over de hele wereld. Terwijl het merendeel van de slachtoffers van de slagvelden kwam, speelde zich ook een belangrijke en veel minder gemelde gebeurtenis af in de gedachten van kinderen. Tijdens de oorlog werden miljoenen Joodse kinderen ontheemd of naar concentratiekampen gebracht, waar hun dagelijkse leven een nachtmerrie was. Zelfs na de jaren voelden veel van deze kinderen nog de gevolgen van hun vroege leven in ongunstige omstandigheden. Deze angstaanjagende foto uit 1948 toont een jong meisje dat in een Pools concentratiekamp was opgegroeid en een tekening van haar thuis probeert te maken. Wat je op het bord ziet is niet zomaar gekrabbel, het is haar voorstelling van herinneringen aan thuis. De foto is eng, ontmoedigend en toont de verschrikkingen van hoe opgroeien in angstaanjagende omstandigheden de geest kan vervormen. 6. Het zinkgat van Guatemala. Op nummer 6 hebben we een foto die er te groot en dreigend uitziet om echt te zijn. Normaal gesproken zie je dit soort foto's alleen nadat superhelden in films hebben gevochten tegen schurken met superkrachten. Maar hoe erg ik het ook vind om te zeggen, deze foto is zeker en vast echt. Veel inwoners van Guatemala City kunnen het beamen. Ze werden begroet door een 18 meter brede en 100 meter diep zinkgat nadat een storm de Midden-Amerikaanse stad in 2010 een weekend lang had geteisterd. Het gapende gat slokte een gebouw van 3 verdiepingen op en liet een puinhoop achter in het midden van de stad. Zelfs wetenschappers waren verbaasd over het gat en dat zegt wel iets als je bedenkt hoe vaker in dit deel van de wereld zinkgaten zijn.
Laten we nu uit dat gigantische gat kruipen en verder gaan met deze griezelige foto. 5. Cash Landrum incident. We hebben allemaal verhalen gehoord van UFO-waarnemingen die achteraf nep bleken te zijn. Dus het is normaal om alle bewijzen van het bestaan van buitenaardse wezens met een korreltje zout te nemen. Toch zijn deze foto's, genomen in de nasleep van het Cash Landrum incident, genoeg om van de grootste sceptici gelovigen te maken. Het was 29 december 1980. Vicky Landrum, Betty Cash en Colby, de kleinzoon van Vicky, waren alle in de buurt van Houston, Texas naar huis aan het rijden toen ze iets helders aan de hemel zagen. Naar hun zeggen was het 's nachts donker, maar dit vreemde voorwerp verlichtte de hemel zo helder dat voor een ogenblik de nacht in dag veranderde. Omdat het natuurlijk geen alledaags verschijnsel was, stopten ze hun auto om te zien wat er gebeurde. Ze melden dat het licht afkomstig was van een reusachtig vaartuig, omringd door zo'n 20 helikopterachtige toestellen. Tegen de tijd dat ze thuis kwamen was iedereen ziek geworden. De foto's die genomen werden door dokters die hen controleerden, toonden brandwonden en zweren, samen met vlekken haar die ontbraken. Ze melden ook gewichtsverlies, overgeven buikpijn en schade aan hun ogen en huid. Allemaal dingen die er voor de ontmoeting niet waren. 4. Doomtown, Nevada. Deze foto hier lijkt al een scène uit een horrorfilm, maar het verhaal dat erachter zit is nog enger. Een paar uur nadat deze foto's genomen waren, zou iedereen in deze stad worden opgeblazen. Maar het zit zo. Deze mensen zijn niet, nou ja, mensen. Iedereen in dit stadje is een pop. De postbode, de succesvolle zakenman op weg naar zijn werk, de dame die door de straat loopt te joggen. Zelfs de honden zijn niet echt. Dit hele gebied is een namaakstad. Gelegen in de woestijn van Nevada, creëerde de regering van de Verenigde Staten het stadje om de effecten van atoomontploffingen op bevolkte gebieden uit te testen. Omdat dit een gevaarlijke test was en niemand er vrijwillig aan mee wilde doen, moest de regering enkele honderden poppen maken om het gevoel van een echt stadje te simuleren. Dat betekende dat ze van alles moesten maken, van mensen tot auto's, huizen en huisdieren. Uiteindelijk lieten ze een bom van 16 kiloton op de stad vallen. 3. Echte vampier. De verhalen over vampiers zijn van geruchten uit vroegere tijden uitgegroeid tot een veel voorkomend element in boeken en films van vandaag. Maar voordat vampiers coole Halloween-kostuums waren en Graaf Dracula een cultureel icoon werd, werd het vampirisme als een werkelijke praktijk beschouwd en dachten een aantal mensen dat ze een vampier waren. De vrouw op deze foto is één van de weinigen die ook zei dat ze er een was. Deze vrouw, gewoon bekend als Madame Violet of Edinburgh, bezat van 1882 tot 1884 de titel, ja, er werd gestemd, voor de engst levende vrouw. Ze was een leidster van een beruchte duistere groep van vampiers die zich in het Verenigd Koninkrijk bevond. Ze was eerst een doorsnee vrouw met kinderen en een echtgenoot. Na de dood van haar man vertrok ze en vormde ze de groep die zich toelegde op het uitvoeren van vreemde rituelen en het vragen van bloed aan de leden van de groep. De vrouw zelf was een raadsel. De pers probeerde jarenlang tevergeefs een foto van haar te krijgen, want ze kwam slechts sporadisch naar buiten voor rituelen. Deze foto is een van de weinige afbeeldingen van de zelfbenoemde koningin van de eerste vampiersgroep ter wereld. 2. Verdediging van de pioniers. Deze foto is om verschillende redenen eng. Om te beginnen staat een groepje mensen in het niets te staren. Als je beter kijkt wordt het nog vreemder, want ze lijken allemaal gasmaskers te dragen. Hoewel het er zeker onheilspellend uitzag, waren de hier afgebeelde mannen, vrouwen en kinderen slechts leden van de jonge pioniers, de versie van de padvinders van de Sovjet-Unie. Getiteld De Verdediging van de Pioniers werd de griezelige historische foto in 1937 vastgelegd door de Russische fotograaf Viktor Bula tijdens een militaire voorbereidingsoefening in de omgeving van Leningrad. Ze trokken hier allemaal maskers aan omdat de Tweede Wereldoorlog voor de deur stond. Ze hadden golven van terreur gezien onder dictator Jozef Stalin. Maar dat wat zou volgen was iets wat de wereld nog nooit gezien had. Hoewel de gasmaskers hun gezicht bedekken, kun je de angst bijna uit de foto voelen sijpelen. 1. Man zonder gezicht. Op nummer 1 hebben we ongetwijfeld de merkwaardigste foto ooit. Het is onmogelijk dat je deze foto ziet en gelooft dat hij echt is. Je zou waarschijnlijk beweren dat hij gefotoshopt is. Maar je vergist je. Dit is echt een waar gebeurd verhaal en de mensen die je daar ziet zijn echte mensen. Ja, zelfs degene zonder gezicht. In feite zijn de mensen zonder gezicht de reden waarom deze foto zo populair is. De foto dook voor het eerst op in 2018 op Facebook en ging onmiddellijk viraal om overduidelijke redenen. Ik bedoel, er staan twee gezichtsloze mensen op die in een menigte bij een sportevenement zitten. Sindsdien hebben veel mensen geprobeerd te achterhalen wat er aan de hand is op de bizarre foto. Terwijl sommigen geloven dat het manifestaties zijn van buitenaardse wezens en menselijke gedaanten, zeggen anderen dat het twee kerels zijn met maskers op. De meest geloofwaardige verklaring is die van de maskers, maar het laat ons met meer vragen zitten. Als ze inderdaad maskers dragen, hoe kunnen ze dan ademen? Er zijn geen gaten zichtbaar. Hoe slaagden ze er ook in hun gelaatstrekken helemaal niet te laten zien? Dit is allemaal maar speculatie natuurlijk. In werkelijkheid kent niemand het ware verhaal achter deze twee gezichtsloze mannen.
Voor zover we weten, kunnen het buitenaardse spionnen zijn die gestuurd zijn om onze planeet te onderzoeken. Wat denk jij? Liefhebbers van maskers of gedaantewisselende buitenaardse wezens? Laat je gedachten horen in de comments.